kan voor mijn kinderen een boog maken. Zo'n lange, zo'n longboog. Wow. Ik ga dat doen met ons oude... onze oude Latoflex. Hij is goed oud daarvoor. Hè? Ik denk wel dat dat gaat plooien. En dat dat niet echt gaat gemakkelijk breken. Dat geeft mee. Hè? Dat is speciaal gemaakt om te buigen. Maar wat ga ik doen? Ik ga zo één lat van de Latoflex in twee zagen. Over de lengte zo. Ik ga dat doen met mijn wipzaagje. Op een veilige manier natuurlijk. De wipzaag gebruik ik weer aan het einde van de... Oh nee, ja, fuck. We gebruiken daar weer. Hier moeten sleufjes in komen zo, hier, twee sleuven. Voor die lamellen in te steken. Zo, die gaan hier zo in. Zo, dat is afgetekend. Zo ongeveer. Altijd veiligheid. Veiligheid voor alles. Oké. Zo, voilà. Hallo, hi. Je ziet, ik heb al één gaatje geboord. Die andere twee heb ik ook geboord. Nu ga ik deze nog boren. Ik heb er eerst zo wat verdieping in geboord. En dan kan ik doorgaan met het gewone boren van het gat. Zo, monteren, hè, het is gemakkelijk. We pakken de juiste vijs, we zetten die daarin zo. Ja, duw dat door, hè, als dat gaat. Anders moeten we maar wat schroeven. Zo. Ik kom dan aan de andere kant kijken. En dan is het een moment. Zo. Ah. Boog is klaar. Heet met het perfecte antwoord dat ik gemaakt heb voor mijn dochters. Zo, voilà. De boog is klaar. Dat is klaar. Nu moet ik daar nog vees aan zetten. Een koord aan doen. En ik
heb hier ook nog bovenaan zo wat uitgeslepen om die recorder zo over te hangen. Zo, zo, voilà. Zo, en dan hangt die stevig. We moeten doen met een boog, hè, dat weet je. Wacht, met de camera op voor even zitten. Als je dat beter ziet, ja. Ziet je ook zo'n beetje allemaal naar boven. Voilà, oké. Okay. Dus, staakruis zo, ja. Oké. Okay. Hij staat op het verste, ja. Oh nee, zo moet het zijn. Ja, oké. Okay. Voilà. Een beetje naar beneden zo. Kijk goed, hè. Kijk. Nu is het boog. Van onder is dat de koker vast. En van boven moet je opgespannen worden. Dus ik moet dat dus melusken terug een beetje losmaken. Melusken een beetje. Dan doe ik dat zo. Zo. Zet daarover. En voilà. Voilà. De boog is opgespannen. Zo. Eigenlijk is dat wel een ferm stukje. Hè? Eigenlijk is het niet echt zo. Het is wel goed gemaakt, maar het is niet echt zo. Kinderen gaan er blij mee zijn.